Goedemorgen, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Leuk dat je kijkt. Het is maandag 15 juni en het is me toch een dag, nu al. Het is 7:55. 1. Er zat hier echt een mega spin. Oh, papa laat van schrik de trap staan. Wacht, papa belt. Ja, hoi. Ja. Ik zit net te vloggen dat je de trappen hebt laten staan. Nee. Is goed, heeft geen haast. Doei. Die komt hij zo dus nog even ophangen, opruimen. Maar deze spin zat daarboven. Ik was zo confused dat ik vergat de vlog. Ik heb net nog even gevlogd dat papa hem weghaalde. Maar daarvoor was ik te vergeten dat mijn vlog zou vanochtend online komen. 5 minuten. Hij was een half uur. Dus daar is ook iets misgegaan. Dat probeer ik nu te fixen. En mijn koffiezetapparaat is kapot. Tenminste, ik hoop dat ik hem met spoelen nog kan redden. Maar ik had dus geen koffie vanochtend. Ja, jawel, ik had wel koffie. Ik heb bij pa en ma het bakje gedronken. Maar... nou, dat is mijn ochtend tot nu toe. Gaat heel goed. Dus ik ga maar even die koffiezetapparaat spoelen. Ik heb hier een soort tabletten van mama meegekregen. Die heb ik opgelost in warm water. Dat heb ik dan daar ingedaan. En dan, ja, ik weet niet, deze kan je volgens mij niet in één keer spoelen. Dus dan zet ik maar iedere keer zogenaamd een bakkie met dat spul en dan hoop ik dat de binnenkant, je ziet er allemaal wel veiligheid uitkomen, dus nou, hopelijk werkt dit. Jullie zien het straks. Nou, het koffiezetapparaat is denk ik niet meer te redden. Hij geeft wel kopjes koffie, maar dat zijn echt kopjes koffie. Dat zijn echt halve bakjes of zo. Dus ik heb maar een nieuwe besteld. Ik wilde eerst even naar de BCC rijden, want die zit hier niet zo ver vandaan. Maar ik kon er op bol.com eentje vinden die goedkoper was. En dan wordt die morgen geleverd. Nou ja, tot die tijd doe ik het nog maar even met de halve bakjes. Ook niet erg. Tenminste niet erg. Voor de even vind ik dat niet erg. Ik heb online fysiotherapie gehad. Ik heb nog even gewerkt. En nu ben ik wat vlogjes aan het kijken. Ik moet nog even boodschappen doen. Dat ga ik vanmiddag ook even doen. En voor de rest, ik weet niet. Ik heb een beetje geen zin of zo. Daarom ben ik ook niet naar de BCC gegaan. En toen ik zag dat die op bol.com goedkoper was, dacht ik, nou, dan ga ik hem natuurlijk daar bestellen. Vanmiddag komt Jeroen, daar heb ik wel heel veel zin in. Die komt na zijn werk hier naartoe. Eten we lekker bij Bama. Hij werkt nu thuis ook, zoals zovelen. Dus hij moet vanaf Zoetermeer komen. Dat is iets verder dan waar hij werkt. Maar normaal gesproken met spits en alles maakt het denk ik niet heel erg veel verschil. Hey, hi. Ik heb me toch een buikpijn. Niet normaal. Maar ja, het is die tijd van de maand denk ik. Ik hoop dat het daardoor komt, want dan is er in ieder geval een oorzaak voor. En dan ben ik er wel weer met een paar dagen vanaf, hoop ik. Ik heb nog even gefietst. Heel klein stukje, maar ik ben even een kijkduin wezen kijken, omdat ik wilde zien hoe het daar nu voor staat. Ze zijn dat helemaal op de schop aan het gooien. Het wordt wel mooi, maar toch mis ik het een beetje de oude sfeer van kijkduin. Ik weet het niet. Ja, het is nu ook nog deels een enorme bouwput. Dat helpt natuurlijk niet mee. Maar ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Yeah. Ik ben nu op Jeroen aan het wachten. Die komt zo deze kant op. En dan gaan we naar Pama. Gaan we daar lekker eten. En dan hebben we een gezellig avondje samen.
hij blijft slapen, dan kan hij vanuit hier morgen naar zijn werk. Want hij gaat weer eens een keertje naar kantoor. Dus dat is wel heel erg gezellig. Morgen heb ik een heel druk revalidatiedagje. Ik weet nog niet of ik ga vloggen, want ik heb echt best wel veel afspraken. Misschien dat ik jullie s'avonds even bijpraat nog met hoe het is gegaan. Ik merk altijd dat ik heel vaak dit doe. Dan is net de bovenkant van mijn hoofd eraf gesneden. Dat zie ik altijd met editen. Ik denk, nee, hè, heb ze net weer gedaan. Nou ja. Ik ga op Jeroen wachten en dan weet ik niet of ik jullie vanavond nog zie. Morgen dus weet ik ook niet. Maar de rest van de week valt zeker nog genoeg te vloggen. Want ik wil ook weer niet altijd een half uur vol hebben. Dus nou, ik zie jullie van de week. Zo, hi, daar ben ik weer. Ja, jullie denken vast dat het dinsdag is of zo. Of woensdag, hooguit donderdag. Maar het is zaterdag vandaag. Vloggen is er de afgelopen week niet van gekomen. Daarom had ik ook bedacht, ik doe de Q&A. Die ga ik ook doen. Die komt die doe ik maandag online. Dus dat is wanneer jullie dit zien. Maar ik kan jullie dit even niet onthouden, jongens. Luister, ik ben obsessed met Animal Crossing. Ik zie het overal, ik hoor het overal. Veel video's daarover en... Ik kan maar één ding denken, dat wil ik ook. Maar ik wil geen hele Switch aanschaffen, want duur. En heb ik uiteindelijk vanochtend besloten, kogel door de kerk. Ik ga de Switch Lite halen en Animal Crossing. Maar ja, dan heb ik het besloten en dan wil ik het ook gelijk. Nou, ik overal gekeken, overal uitverkocht, had ik toch nog bij de Mediamarkt in Rijswijk het hele pakketje kunnen bestellen. Dus het spel, de Switch Lite in het geel, want die vind ik leuk. En een hoesje, ga ik er naartoe, is dat spel er niet. De rest wel, maar het spel niet. Overal uitverkocht. Maar ja, ik heb nog een plek gevonden waar ze hem verkopen. En dat is de Coolblue in Haarlem. Ja, dan raad je het misschien al, wie er nu voor mij in de auto zit. Om dat spel op te halen. En dan hebben we in Leiden afgesproken. Daar komen Suus en volgens mij is Valerie ook mee. Die komen dan naar Leiden en daar rij ik ook zo naartoe. Ik moet echt eerst even mijn broodje opeten. En dan heb ik het alsnog. En dan ga ik de rest van de dag natuurlijk Animal Crossing spelen. Maar ik moet ook die Q&A nog opnemen. Maar goed, dat kan ik ook nog morgen doen. En morgen is de trouwdag van Laura Roy. Die zijn morgen 1 jaar getrouwd alweer. Kan je het voorstellen? Is alweer gewoon 1 jaar geleden. Ja, ik vind het heel bizar om het te beseffen. Dus daar gaan we morgen heen. Mijn batterij is leeg. Die ga ik vervangen. En ik zie jullie straks. Een hele goede morgen. Het is zondag 21 juni. Het is vandaag de trouwdag van Laura Roy. Het is vandaag Vaderdag. En over 2 dagen is Roy jarig. En dat gaan wij allemaal vieren vandaag. Hoe gezellig is dat? Nou, zoals ik jullie gisteren al zei... Vloggen is niet helemaal goed gekomen deze week. Dat ging gewoon even niet. Gisteren wel een missie gehad. En jongens, het is gelukt. Jee, ik ben naar... Wacht even hoor, even mijn armband dicht doen. Ik ben naar Leiden gereden. Suus en Valerie zijn voor mij eerst naar Haarlem gereden en toen naar Leiden. Het is echt, het zijn schatten. En ik heb hem... Mijn nieuwe Nintendo Switch. Met, dat moet ik jullie natuurlijk ook even laten zien. Animal Crossing erop. Dus dat heb ik natuurlijk gisteravond de hele avond gespeeld. Dat kan je je voorstellen. Suus speelt het dan ook. En Valerie en Sarah speelt het volgens mij ook. Volgens mij Janneke ook. Dus die hebben me al een beetje geholpen met van alles en nog wat. Leuk. Gaan we het nu niet over hebben. Als je er meer over wil weten, laat het me weten. Ik ga er niet denk ik een hele video van maken. Maar ik kan misschien zo nu en dan wel eens wat laten zien. Dan sluit ik deze weekvlog af. Of weekvlog. Ja, eigenlijk mag ik hem niet zo noemen. Maar ik ga het toch doen. Gewoon. Omdat ik dat wil. Met een Q&A. En... die gaat er nu aankomen. Ik heb de vragen hier op papier staan.
Ja, het is een Q&A gerelateerd aan mijn hele ziekenhuis- en revalidatieproces. Die vraag heb ik jullie in de eerste comeback video heb ik gevraagd of jullie die willen achterlaten. Nou, dat hebben jullie gedaan. Ik ga ze nu beantwoorden. Christel F. vraagt, wat voor werk doe je en wat voor opleiding heb je gedaan? Nou, ik ben tot nu toe altijd een beetje wat vager geweest over mijn werk. En dat was omdat ik niet zeker weten of ik dat wilde vertellen en of dat wel kon. Ik denk wel dat het kan. Ik werk als consulent geldzaken bij de gemeente Den Haag. Wij helpen mensen die in financiële problemen zijn, niet per se in schulden, want daar is de schuldhulpverlening voor. Maar eigenlijk proberen wij mensen daar weg te houden. Dus nog voordat de schulden te groot worden, proberen wij mensen weer op de rit te krijgen. De opleiding die ik het laatst gedaan heb is HBO Bestuurskunde Overheidsmanagement hier aan de Haagse Hogeschool. Ik ben in 2017 afgestudeerd. Daarvoor heb ik nog MBO SD gedaan, de sociale dienstverlening, MBO sociaal juridisch medewerker. Ik heb de MAVO gedaan, de basisschool. En dat gedurende mijn hele leven. Ik ben dus na de MAVO meteen gaan werken en alle andere opleidingen heb ik tijdens werk voltooid. Helemaal Ronald vraagt, wat dacht je toen je in het revalidatiecentrum was? Wat is het eerste wat ik weer ga doen als ik thuis kom? En voldeed dat ook aan je verwachtingen? Nou, nee, dat voldeed zeker niet aan mijn verwachtingen. Want het enige waar ik heel erg naar uitkeek toen ik nog in het revalidatiecentrum was, was al dadelijk ben ik weer thuis en wordt alles weer normaal. Nou, er is het een en ander gaande in de wereld, waardoor dat ongeveer voor niemand meer geldt, dus ook voor mij niet. Dat vond ik best wel even wennen, want je kan niet dansen ligt stil, kaarten ligt stil, boodschappen doen is niet meer zo leuk als dat ik het hiervoor vond. Even winkelen is niet echt aan de orde. Het kan wel weer steeds meer, maar ik merk dat ik dat zelf gewoon niet zo heel comfortabel voel. En die omschakeling, omdat ik eigenlijk de hele periode dat het hier heel erg heftig was, binnen zat en dat helemaal niet heb meegekregen, merkte ik heel erg dat die omschakeling voor mij nog moest komen. Dus dat vond ik eigenlijk, ik keek er daar heel erg naar uit en dat viel wel heel erg tegen. Marjolein Kreeft die vraagt, kun je het lopen uitbouwen? Ja, dat is zeker wel de bedoeling. Daarvoor is er nog wel wat anders wat speelt, wat nodig is om op te lossen. Ik heb namelijk nog steeds heel veel last van spasmen in mijn rechterheup. En dat moet eerst verbeteren, wil ik het lopen nog beter kunnen uitbouwen. Dus daar gaan we met fysiotherapie en ergotherapie en alles wat daarmee te maken heeft. Daar gaan we ons eerst op concentreren en daarna ga ik zeker proberen het lopen uit te bouwen. Daarna heeft ze nog een vraag. Hoe is het nu met je weerstand gezien het hele corona-verhaal? Goed, ik heb het idee dat ik een goede weerstand heb momenteel. Had ik eigenlijk op den duur al in het revalidatiecentrum. Werd ik ook steeds minder bang dat als ik ziek zou worden dat het hele grote gevolgen heeft. Nou weet ik ook wel en daar heb ik ook genoeg voorbeelden van gezien. Als je het krijgt, weet je het niet. Het kan nog steeds grote gevolgen hebben. Maar ik merk dat ik daar nu wat minder angstig voor ben. Omdat ik het idee heb dat mijn weerstand nu gewoon goed is. Biancaatje 89 die vraagt, kon je voor de operatie dan niet lopen? Nee, dat kon ik niet. Ik heb vroeger, ik ben nu 40. En ik denk dat ik zo'n 20 jaar geleden dat nog wel kon. Ook met krukken. Door meerdere oorzaken is het daarna niet meer gebeurd. De grootste oorzaak is eigenlijk dat ik er op een gegeven moment zelf voor gekozen heb om gewoon fulltime in mijn rolstoel te gaan zitten. Gewoon ook uit praktische overweging. Het is veel makkelijker als ik in mijn rolstoel zit om dingen te pakken, om dingen te doen. Het leven wordt er een stuk efficiënter van. Want als ik dat allemaal op krukken zou moeten doen, als je krukken vast hebt, kun je niks anders.
Dus dat heeft daar zeker niet aan meegeholpen. Nou ja, en daarna de pijn en de achteruitgang. Daardoor kon het op een gegeven moment ook niet meer. Dus ik ben nu heel blij dat ik die kans weer kan oppakken. En dat het nu weer wel lukt. Dan nog zal het functioneel blijven om de reden die ik net al noemde. Ik vind het gewoon ook makkelijker om dingen in de rolstoel te doen. Maar ik ga zeker kijken of ik het kan uitbouwen en of ik het zo functioneel mogelijk kan gaan inzetten. Dan de laatste vraag, die is van Ilona Hoi. Hoi. Wat heb je gemist qua eten en dingen die in het revalidatiecentrum niet konden? Nou, natuurlijk mama's eten. Want in het ziekenhuis kreeg ik dat nog af en toe wel, maar in het revalidatiecentrum niet meer. Niet dat het in het eten in het revalidatiecentrum slecht was, zeker niet. Ik heb er prima gegeten, maar ja... Mama kan lekker koken. Dus ik was heel blij toen ik thuis kwam dat ik weer bij hen aan tafel mocht aanschuiven. En wat heb ik verder gemist? Mensen. Ik mocht natuurlijk op een gegeven moment nog maar heel beperkt bezoek ontvangen. En dan kan je video bellen en dan kan je appen en dan kan je bellen. Maar ik heb heel veel mensen... heel weinig gezien daar. En dat vond ik echt op een gegeven moment wel heel jammer. Ook wat ik net zei, de gewone dingen heb ik ook heel erg gemist. Even naar de winkel, even een ommetje, even echte contact met de buitenwereld. Aan de ene kant vond ik dat heel fijn, omdat het de concentratie op mijn proces en op mijn herstel wel makkelijker maakte. Ik ben nou eenmaal iemand die van mensen om me heen houdt en van contact houdt. Dus ja, dat heb ik daardoor wel heel erg gemist. Aan de andere kant heb ik ook wel weer heel veel contact daarop gedaan. En daar zijn ook weer mooie contacten en vriendschappen uit ontstaan. Heel blij mee. Dit was de Q&A. Het waren niet zo heel veel vragen, maar ik vond ze wel echt super leuk. Ik hoop dat het nu allemaal zo duidelijk is. Heb je nog vragen? Stel ze me gerust. Je kan me ook mailen. Mijn mailadres staat hieronder in de beschrijving. Ik ga vandaag lekker feest vieren. Als je daar dingen van wil zien, ja, dan ben ik nu eigenlijk een beetje te laat. Maar ik post daar vaak dingen van op Instagram en Instagram Story. Dus als je... me daar nog niet volgt, daar heet ik ook. Hoi, ik ben Bianca, ook met dubbel E. En ik zou het heel leuk vinden als je me daar volgt, want ja, daar plaats ik zo nu en dan ook leuke dingen. Ik wens jullie een hele fijne dag vandaag en ik zie jullie in een volgende vlog of video. Doei doei!